Deze podcast maken we samen met Joyn.cc, de fietsapp voor alle wielrenners. Daydreamer, tell me about your dreams and thoughts. Zin om te fietsen, geen zin om te fietsen, toch gaan, jezelf op die fiets trekken. Regen, hitte, omhoog, omlaag, zweten, puffen, slechte poten, wonden, benen, genieten, kapot gaan, los trappen, bijtanken, douchen en door. Het leven van een renner gaat niet over rozen en al helemaal niet als je jezelf wil verbeteren. Maar hoe dan? Waar moet ik nou op letten als ik gericht beter wil worden? Als ik harder of verder wil gaan of gewoon fitter wil worden en meer wil genieten op de fiets? We gaan het hebben over trainen, eten en slapen. Op zoek naar de kennis, maar vooral ook naar de tips en slimmigheidjes waar we morgen mee aan de slag kunnen. Je luistert naar de Beter Worden podcast van Live Slow, Ride Fast. Rechtstreeks vanuit het Black Label Hotel in het prachtige Zuid-Limburg. Mijn naam is Steven Bolt en tegenover mij zitten ze, Laurens en Dam en Jim van den Berg. Jim, Steven. Wij hebben vandaag een heerlijk fietsritje gehad. We komen hier op het pleintje voor het Black Label Hotel komen we aan. Je rolt dat laatste stuk vanuit de voet van de Kouwberg, rol je lekker zo richting het hotel. Je laat de beentjes lekker vallen. Je komt aan en je drukt klik op je Wahoo en je drukt hem uit. Dan krijg je altijd zo'n mooie samenvatting van je rit. Ja. Kan jij nou, ik ben benieuwd, oprecht benieuwd, hoe jij, waar je naar kijkt, wat je ziet. Mm-hmm. En wat het allemaal betekent. Gemiddelde snelheid. Hij kijkt wel. Beste luisteraars, dit was een grap waar Lau al drie dagen op aan boord. Ik heb die van Jim vast. Oh ja, Lau heeft... En ik snap wel dat jij niet meer naar gemiddelde snelheid kijkt. Want die staat op 26,8. Ja. Ja. Ho. Even dan, want ja. Dat treft ons eigenlijk allebei, deze opmerking. Ja. Wij kijken niet naar gemiddelde snelheid. Nee, natuurlijk niet. En zou ik ook niet doen. Gaat het om de trainingsbelasting natuurlijk. En het gaat erom dat het episch is. En wat hebben wij gedaan vandaag? Een verkeerde afslag genomen. En het was episch. Ik vind episch eigenlijk te klein. Nog te kort. Te klein, ja. Het was zelfs zo episch dat we heel weinig foto's hebben gemaakt. Ja. Eigenlijk is ook de definitie. Photoshop doorgereden of niet? De definitie van episch. De definitie van episch. Als het is pas echt episch, dan maakt niemand foto's. Ja, want dan is bijvoorbeeld te koud om je handschoenen uit te trekken. Of ja, je moet je hand aan het stuur houden. Dit is eigenlijk voor alle influencers in Nederland. Op een mountainbike trail. Als je zit de foto's te maken van een epische rit. Was en niet dat erbij zetten dat episch is. Ja, dat was dus duidelijk niet episch, want je kon foto's maken. Ja. Toch? Eens. Epische koffie komt langs. Epische koffie. Ik ben het eens. Ja. Nee, mooi. Maar het was echt gekkigheid. Kan je die fietscomputer? Ik kreeg die notitie natuurlijk. Waar kijk je naar? Ja, snelheid. Ja, die grap is gemaakt. Geef die fietscomputer nou even aan Jim. Oh, of wil jij het doen? Nee, ja, ik wil het doen. Oh, dat doe jij het. Oké, ook leuk. Nou, ga ik wel naar huis. Ik kijk dus altijd naar normalized power direct. Ja. Kijk, weet je moet een beetje naar beneden scrollen. En inderdaad, gemiddelde snelheid, nou, die weet ik wel. Ga ze allemaal eens even af. Zeg even wat je ziet. Allereerst staat de rittijd in kilometers. Gemiddelde snelheid, maximum snelheid. Nou, Dat weet ik ook voordat ik hem uitdruk, laat ik het zo zeggen. Dit stond ook op je cat eye vroeger. Ja, en in mijn hoofd en overal. Maar gemiddelde vermogen en normalized power staat bij mij niet in mijn scherm. Op geen een van mijn schermen. Die probeer ik altijd wel een beetje uit te rekenen, doordat het met TSS wel staat. En dan kan ik aan het aantal TSS per uur, kan ik normalized power uitrekenen. Maar normalized power... Dat is al een vraag voor zometeen, oké? Ja, normalized power staat erop. Je intensity factor kijk ik nooit naar, want ja, dat is een afgeleide van FTP gedeelte normalized power. Dus als je normalized power weet, dan weet je ook wel je IF. Sorry, hoe zei je dat nou? Hoe weet je je IF? Nou, volgens mij is het gewoon je normalized power afgezet tegen je FTP. Ja, zo. Dus als ik dit zo zie, is jouw FTP, wat hij staat nu, 73%, dus 50% meer zou je FTP zijn. Ja. Dat komt op ongeveer 330, 340 uit of zo. Even snel gerekend. Ja, dat klopt. Ja. Links-rechts gemiddeld, kijk niet naar, daar hebben we ook al een podcast over gemaakt. En als je dan nog verder door scrollt, dan krijg je je 3 seconden max, je 5 seconden max, je 20 seconden max, je 30 seconden max. En ik moet bekennen dat ik daar nooit naar keek. Nee. Totdat ik na recente NA100's van één jongen in de groep die op zijn mountainbike een powermeter heeft, Barend D. Tegen Gewaard.
Die begon de screenshot van of foto's te maken van zijn 20 minuten waarde. Want bij meer dan 290 watt gemiddeld voor 20 minuten mag je van zichzelf een diverge kopen. Heel mooi. Ja, dus ja. Die heeft ook een doel in Join. Ja. Maar dus daar kijk, ja, daar keek ik nooit naar. Maar dat, ik betrap me er zelf op dat ik het ook wel doe. Dat ik denk, wow, ja, toch vandaag, jij vroeg me 5 minuten waarde. Die wist ik toevallig doordat ik hierna gekeken had. Ja. Mm-hmm. Maar ik ben dan in die zin ben ik dan vooral benieuwd wat jij dan, want er was één klimmetje dat je de battle aanging met Bruno. Ja, of hij en ik wilde natuurlijk weten of je, want je ging 4x5 minuten doen, of je die training dan echt als zodanig had uitgevoerd. Ik ben wel, daar wil ik wel even bij zeggen, dat dit is eigenlijk een power profile. Hè? Dus dat je ziet per tijdsinterval wat je dan hebt gefietst, maximaal. Ja. Nou, dan kan je ook bijvoorbeeld al je beste waardes bij elkaar rapen. En dan krijg je een power profile van iemand. Ja. Dit is dan een power profile van deze rit. Staat ook in Strava, hè? Ja, staat bijvoorbeeld ook in Strava. Dit is heel erg een ding geweest, wil ik eigenlijk bijna zeggen. Of misschien voor veel mensen nog steeds wel. Ik heb ook bij ploegen gewerkt. Nou, dan gingen we echt kijken naar hoe goed is iemand. En dan gingen we naar zijn maximale minuut, 5 minuten, 20 minuten waardes kijken. En we zijn inmiddels ook wel achtergekomen van, ja, toen we heel lang mensen hebben geselecteerd op die basis, dat waren niet per se de beste wielrenners. Waarom niet? Omdat wat belangrijker is eigenlijk, ja. Kan je het na 5 uur nog, toch? Kan je het na 5 uur nog. Of kan je bijvoorbeeld, kan je die... Het is leuk als je 5 minuten 400 watt kan fietsen. Maak even een theoretisch getal hoor. Niet dat dat een benchmark is voor iets. Maar als je, wat vaak veel belangrijker is, kan je bijvoorbeeld ook 5 keer 5 minuten 380 watt rijden. Of 10 keer 5 minuten 380 watt. Dat is het verschil in wat het echte verschil maakt. Niet alleen wedstrijdwielrennen, maar ook als je bijvoorbeeld de Amstel Gold Race cyclo wil rijden. Hmm. En dat heet trouwens fatigue resistance. Nou, ook voldoende over te vinden. Wat jij nu opnoemt, maar, dat power profile, we hadden het over roeiers. Ja, of power curve is power dit dan curve. Natuurlijk. En een power profile is dan één persoon. Roeiers die in een uur op de West allemaal makkelijk op kunnen fietsen. Ja. Die zijn daar heel goed in. 1 minuut knijterhard en 5 minuten knijterhard. Ja, die hebben dan zo'n prachtig power profile. Ja, ja klopt, ja. Echt bizarre waarden. Jij noemde één term, fatigue resistance. Ja, fatigue resistance is dan eigenlijk dat je hetzelfde gaat doen. Ja. Dit... die power curve maken of dat power profile. Alleen dan plot je hem ook naar wat dan die waarden zijn. Naar bijvoorbeeld 1000 kilojoule. Ja, en naar 1500 en naar 2000 kilojoule. Een soort genormaliseerd. Ja. Precies. En dan zie je dus van, hè, dan is die roeier, die heeft dan bijvoorbeeld, nou die roeier. Ja. Er zijn wel heel veel groepen van ons af aan het stoten. Alleen de triatleten. Oh ja. Nee, maar... Geintje triatleten. Nee, jullie zijn altijd zo serieus namelijk. Maar dan zie je dat er heel veel wielrenners zijn. Laurens ook bijvoorbeeld. Ja, niet een krankzinnig power profile. Maar na 5000 kilojoule kan Laurens nog steeds hele hoge waarde fietsen. Dat is mijn grootste kracht. Dus die van mij verandert niet. Nee. Vrijwel precies. Niet. Ja, als mooi. Het goed is. Mooi. Dit was eigenlijk een opzetje, maar ik merk dat we dit is al een aflevering waard om dit helemaal zo af te bellen. Maar wat is de belangrijkste hiervan? En wat is tenminste, is dat ook de belangrijkste waar we het over vandaag over gaan hebben? De TSS, ook een onderdeel van wat er staat. Nou, het gaat er eigenlijk om, hè, waar we het vandaag over zouden willen hebben, is wat belangrijk is in training, is dat we natuurlijk op een bepaalde manier kwantificeren hoe zwaar een training is. Ja. Want als we dat weten, dan kunnen we dat dan kunnen we op basis daarvan eigenlijk bepalen hoe zwaar de afgelopen week, de afgelopen weken, de afgelopen maanden waren. En dan kunnen we op basis daarvan ook weer inschatten hoe zwaar jouw volgende trainingsprikkel zou moeten zijn. En vroeger gebruikten we kilometers daarvoor, toch? Ja. Maar ja, hoeveel kilometers heb je deze week gefietst? Dat gebeurde wel. Nu is het meer. Hoeveel TSS heb je deze week gehaald? Ja. Nou, ik denk dat als je vroeger een schriftje bijhield, wat ik ook gedaan heb toen ik nieuwelingen junior was, dan schreef ik op kilometers, tijd en soms echt een heel leuk verhaal over hoe de windmolens er in Flevoland bij stonden. Maar dat hield je dan bij. En op een gegeven moment gingen mensen hun gemiddelde hartslag, denk ik, hè, kwam een van de eerste dingen die erbij kwamen. Nou, en wij hebben het natuurlijk heel vaak ook over vermogen. Ja. Nou, en bijvoorbeeld, en dus er zijn heel veel verschillende manieren om dan trainingsbelasting of traininglood te bepalen. Ja. Dus hoe zwaar dus die training is geweest. Dus dat, en nou ja, de reden waarom we dat willen weten mogen duidelijk zijn. En er zijn verschillende manieren voor. En bijvoorbeeld met vermogen doe je dat vaak aan de hand van TSS, trainingsstress score. Ja. Maar wat mij betreft hoeft het niet alleen over TSS te hebben. Nee. Hij staat wel hier in beeld. Ik heb het wel eens gehad over dat boek van Greg LeMond. Ja. 1984 geschreven. En zijn manier, want hij had op een gegeven moment wel door, nou, alleen kilometer telt niet.
Maar hij deed het aantal uren maal zijn RPI, zijn gevoel. Van ja. hoe zwaar die uren waren. Ja. En daar aan de hand daarvan, zeg maar op een schaal van 0 tot 10. En als je dan 5 uur medium hard reed, dus een 5 had, dan was het een training van 25 punten. Nou, dan reed je 5 uur of reed je 8 uur of 2 uurtjes knijterhard, had je ook al een training van 20 punten. Ja. Dus zo kwantificeerde hij voor zichzelf aan de hand van zijn gevoel als een trainingen. En nou ja, die powermeter is dat om dat echt feitelijk tot op de tot op de wat nauwkeurig te kunnen onderbouwen. En dan hebben ze dus, volgens mij bij die power, daarom staat die IF er ook tussen, hebben ze normalized power ten opzichte van je FTP, dat is dan hoe het getal hoe tussen de 0 en 10 wat ik net noem, die IF, dat is dat getal eigenlijk, toch? En dan zeggen we, misschien dat we, als we nou beginnen met trainingsbelasting met vermogen, dan doen we een paar dingetjes met vermogen. 1, we hebben dan dat gemiddelde vermogen. Maar daar kijken we eigenlijk liever niet naar. Want het gemiddelde vermogen, dat kan bijvoorbeeld 2 uur lang precies 200 watt zijn. Lijkt me sterk, maar misschien op een indoor trainer. Of het is bijvoorbeeld een uur 100 watt en een uur 300 watt. En dat is dan ook 200 watt. Maar de belasting, snap je, als je dan een uur 300 watt hebt gefietst, is toch echt anders dan wanneer je 2 uur 200 watt hebt gefietst. Nou, het verschil drukken we dan uit in normalized power. Ja. Wat je dan doet, hebben we al een keertje uitgelegd, zijn we nog eens heel boos op elkaar geworden. Dus dat je korte intervalletjes pakt. En dan ga je daar een functie op loslaten, wiskundige formule. Want dan kan je door de verschillen zien tussen al die kleine intervalletjes, zie je eigenlijk hoe erg dat vermogen op en neer gaat. Dus als je bijvoorbeeld een training doet met VO2 max blokken, dan zie je dat vooral tot uiting komen in een hoger normalized power ten opzichte van je gemiddelde vermogen. Overigens is je normalized power ook altijd hoger dan je gemiddelde vermogen. Dus misschien wel belangrijk. Ja. Ook. Lekkerder om naar te kijken ook daardoor. Ja, het is daar ook lekkerder om naar te kijken. Ik vind die van Strava ook, we hebben het over gehad, die van Strava, dat die minder is. Ja. Die is lager. Ja. Maar die telt niet. Volkstraat. Nou, omdat dus normalized power is een ding, is een trademark. Zie je ook een C'tje vaak. Ja. Die komt echt bij de Training Peaks familie vandaan. En in Strava gebruiken ze... Pardon. Snel testje doen? Ja, misschien wel verstandig. In Strava gebruik je de weighted average power. Ja. En in weighted average power gebruik je net een ander tijdsintervalletje. En daar is het getal ook weer net wat anders. Ja. En het maakt eigenlijk niet zo gek voor uit, zolang je maar eigenlijk wel altijd hetzelfde gebruikt. Ja. Want dan gaat het, en dat is dus überhaupt ook zo'n training load getal. Ja, welke methode je ook gebruikt, zorg wel natuurlijk dat je het hele tijd op dezelfde manier kwantificeert. Dan ontstaat er een systeem. Puntje van orde. Beste luisteraar. Het kan zijn dat Jim of Lau soms iets vertelt wat al een keer verteld is in deze podcast. En daar hebben we het over gehad. Of dat nou slim is of niet. En de conclusie is, ja, dat is prima. Dus soms gaan wij in herhaling vallen. Ja, het zou ook nu heel gek zijn als we nu over trainingsstressbelasting hebben, zonder dat we even over normalized power en intensity factor. Ik wou het toch even gezegd hebben. Nu kunnen we in de herhaling vallen wat we willen. Oké. Dat is gewoon lekker. Heel prettig. Ook voor jou. Zie je er toch een stuk ontspannender bij? Nee, ja, je merkt het nu al eigenlijk. Ja, het valt heel wat van me af. Oké, normalized power uitgelegd. Nou zijn er in datzelfde scherm, wat jij voor je hebt liggen, staan er 2 dingen waar jij ook naar kijkt. Dus IF, intensity factor, 0,73 in dit geval. Laten we dat rekenvoorbeeld maar even bij de horens vatten. Ja. En een TSS van trainingsstressscore van hoeveel? 160. 160. Hoe? Op een rit dus van 3 uur, hè? Ja. Ja, 3 uur. Nou, dus dan zijn hoe verhouden die twee zich tot paar elkaar? Dingen. Ja, dus wat er eigenlijk gebeurt is dat je eerst je normalized power deelt door je FTP. En dat levert je intensity factor. Ja. Die is makkelijk. Die is makkelijk, precies. Nou, dus dat is in mijn geval 255 gedeeld door, ik denk, 330. En dat levert dan dus een IF op, een intensity factor. Dus hoe intensief het was, van 0,73. Ja. Even een IF van een duurtrainingetje. Gewoon rustig, blauw en join. Hoeveel is dat? 0,5 of zo? Nee. Wel een beetje rond deze getallen. Oké. Tussen de 0,65 en de 0,75. Oké. En een
zware training. Ja. Nee, want kijk, want als ik bijvoorbeeld, als ik in mijn extensieve zone zit, dan fiets ik zo 220 watt. Ja. Nou, dan heb je een paar pieken erboven. Nou, dan ga je al snel met je normalized power, ga je richting de 240, 250. Dan zit deze wel aan de hogere kant van een, ja, van een rustige duurtraining. Maar ik, nou, heb je ook om en nabij, ik heb je ook die kamering op zien vlammen. Ja, ik vond soort, een weinig rustig duurtraining. Ja, help me even. Hoe kan dat nou? We hebben toch al 5 keer volle patat die een klim op gereden. Ja, maar in totale tijd op die 3 uur was het niet superveel. Hè. Er waren moeten het eigenlijk nog hebben over de invulling van de training van Laudens van vandaag. Ja. Maar het was niet 4 keer 5 minuten. Nou, nee, dat hij die korte kanten. Die korte kant van de 3 landenpunt. Ja, echt een stuk korter. Nee, okay. Ja, 1 van de 4 was korter. Ja, die was 2 minuten ongeveer. Ja, en daarom wilde ik de Eperheide nog op. Ja, gelijk heb je. Alleen, die heb ik geskipt. Ja. Nee, maar... Nadat dus Bruno even, me afplaste. 0,73 is jouw intensity factor. Precies. Dus die zit wel aan de hoge kant van een duurtraining. Dus als we hem even benchmarken naar 0,75 max. Goede duurrit. Anyway, wat van belang is dan gaan we van die intensity factor gaan we dan naar iets wat dan training load, de trainingsbelasting bepaalt. Nou, dat is dan dus die trainingsstress score. En wat je dan doet, is dat je die intensity factor maal de intensity factor neemt. Dus intensity factor in het kwadraat. Ja. En dan ga je en dat dan maal 100 punten per uur. Ja. Dus in dit geval, we hebben 3 uur gefietst. 3 uur en een klein beetje. Dus dan is het eigenlijk 0,73 maal 0,73 maal 300. Ja. En dat levert dan 160 TSS op. Waarom dus de TSS? Zegt dat jou meer dan de intensity factor? Beetje schot voor open doel misschien? Omdat je ook tijd meeneemt? Nee, het zegt eigenlijk een beetje wat anders. Intensity factor zegt iets over eigenlijk, ja, wat voor type training het was. We kunnen aan de intensity factor een beetje kijken wat voor type training het was. We kunnen aan de TSS kunnen we zien hoe zwaar die training was. Ja. Maar is intensity factor is nou eigenlijk hetzelfde als normalized power, alleen een ander getal? Omdat je het afzet tegen je FTP. Ja. Nee, maar normalized power zet je niet af tegen je FTP. Daar gaat het hier om. Dus als jij ook 255 normalized power hebt gereden, heb jij een andere intensity factor dan ik. Je relateert het ergens aan. Je moet het eerst relateren aan een persoon. Voor mezelf weet ik, bij normalized, ik weet... Zo kunnen we ook dan kunnen we dus die trainingsbelasting, die 160, die kunnen we dan onderling, die zegt iets over mijn training. En als jij dan bijvoorbeeld een TSS hebt van 180, heb jij zwaarder getraind. Ja, dat snap ik helemaal. Maar daarvoor moet je het eerst benchmarken, vergelijken met jezelf. Mijn vraag is eigenlijk, ik kijk nooit naar mijn intensity factor. Of die 0,73 is of 0,78. Want ik weet gewoon, bij mijn normalized power weet ik al hoe zwaar mijn training of hoe intensief mijn training geweest is. Daar heb ik de intensity factor niet voor nodig. Dus ik heb het gevoel dat het meer met renners onderling te vergelijken is. Of op lange termijn. Omdat je dan die FTP erbij neemt. Alleen voor mezelf, met normalized 260 of normalized 280 is 280 zwaarder. Dan hoef ik niet te weten of mijn intensity factor 0,02 omhoog gegaan is. Dat bedoel ik. Ja, goeie vraag. Maar ga er dan niet aan voorbij dat op het moment dat je FTP verandert en je wil een systeem week op week, maand op maand, jaar op jaar hetzelfde houden, zul je het wel iedere keer moeten benchmarken naar jouw FTP op dat moment. Dat snap ik. FTP verandert. Dus je relateert het altijd aan je FTP van dat moment. Dat is het verschil. Ja, maar ik snap ook dat een training met een normalized power van 280 zwaarder is nu met een FTP van 350 dan in juni. Dat je dat snapt. Alleen het is wel handig voor een systeem dat je dat wel goed documenteert. Hè? Ja. Dus ja, FTP, ik begrijp dat jij dat in één oogopslag even snel ziet. Ja. Maar we hebben het er denk ik nu ook over hoe werkt dan zo'n systeem waarin je training wil kwantificeren naar intensiteit, duur en uiteindelijk ook frequentie. Hoeveel keer per week? Dat zijn de 3 knoppen waaraan je kan draaien voor een trainingsschema. Nou, dan gaat het hier over hoe combineren wij intensiteit en duur en hoe werkt het systeem met TSS? Ja. Overigens, is TSS niet een soort van onfeilbaar? Hè? Want bijvoorbeeld dat die kwadratische relatie die dus in TSS zit met die intensity factor, maakt dus ook dat je bijvoorbeeld als jij een wat lagere TSS hebt, stel we hadden nu een uur langer getraind, maar mijn TSS was 0,7 geweest. Dan hadden we dus 0,7 maal 0,7 gedaan. Nou, je intensity factor. Ja, die intensity factor. Ja. Sorry,
Wat zei ik? T6. Oh ja, nee. Ja, maar uiteindelijk gaan we naar T6. Dan wordt het ingewikkeld. Nee, dus als je die intensity factor, als die lager was geweest, maar we hadden wel een uur langer getraind. Ja, dan gaat je... Dan ja. gaat eigenlijk, ja, door die kwadratische relatie, kan je een beetje een langere duurtraining onderschatten. Ja. Omdat het IF maar IF is. Ja, onderschatten. Ja. Want hoge TSS halen is voor mij makkelijker door gewoon heel lang te trainen. Ja, maar als je IF dus heel laag wordt, ja. daardoor, en omdat je IF maar IF doet, wordt dan zit daar een versterkend effect in. Precies. Snap je? Een kwadratische relatie bestaat er dan met die TSS. En dat is... Steven van der Zwaard of Teun van Erp. Volgens mij Teun van Erp heeft dat ook in een onderzoek op een gegeven moment naar verschillende manieren van training load ook beschreven. Ja. Dat met name als je bijvoorbeeld juist probeert polarize te trainen. Ja. Dus echt korte, hele intensieve trainingen. En ook in je trainingsschema bestaat uit lange, rustige duurtrainingen. Dan kan eigenlijk de trainingsbelasting van die lange, rustige duurtrainingen, die kan als je alleen naar TSS kijkt, wel eens een beetje onderschat worden. Dus met name voor de polarized getrainde atleten hadden vanmiddag over te lopen daar een beetje tegen ja. kunnen tegen een, ja, kan daar een probleem in zitten. En dus ook even de volgende stap is dus wat we bijvoorbeeld in Join doen, is dat we nooit alleen naar TSS kijken, maar dat we dat altijd combineren met hoe zwaar vond je zelf dat de training was. En daarover bepalen wij dan wat we vinden dat de trainingsbelasting voor jou die dag was. Ja. Ja, want een training van 8 uur, we hadden het vanmiddag toch over, een training van 8 uur met een normalized power van best wel laag voor mij, bijvoorbeeld 220, 230. Mm-hmm. Op een gegeven moment gaat die, en dan zeg je join als je die uploadt, meteen van nou, bij iedere normalized power hoort een cijfer van 2 tot 10, hè, die boorschaal, die RPE. Zegt hij 2, dit was een hele lichte hersteltraining, maar ja, omdat die 8 uur geduurd heeft, voelde die misschien wel als een 5 of een 6, dus... Dat komt er dan doordat je heel veel energie spendeert? Dat lege gevoel in je lichaam? Kijk, op zich. Dus stel je hebt 8 uur gefietst, maar je hebt dat gedaan met een IF van 0,5. Dan is het dus 0,5, maar 0,5 is 0,25. En dan 0,25 maal dus 800 punten, want je hebt 8 uur op de fiets gezeten. Dat is dus 200 TSS. Ja. Nou, 200 TSS, dat heb je dus 8 uur voor op de fiets moeten zitten. Dat verschilt niet heel veel van die 160 van vandaag. Hè. Met name die hele lange ritten. Dat is een beetje een onderschatting. Wat vragen we nou in Join? Daar vragen we ook hoe zwaar vond je het? En dat is dus dat RPE. Ja. Maar met dat hoe zwaar vond je het? En dat staat ook beschreven bij de uitleg als je dat RPE-getal invult. Zeggen we wel van ja, het gaat erom echt om de intensiteit zoals je het ervaren hebt. En dat betekent ook dat als je dezelfde blokken doet op een korte training... Ja. Dan is de intensiteit hoger dan wanneer je die blokken deed. Zoals vandaag bijvoorbeeld. Nou, we hebben wel die blokjes gedaan, maar we hebben het uiteindelijk ook in 3 uur gedaan. Ja. Dus wat we eigenlijk doen, we controleren een soort van nog een keer die IF, maar dan naar jouw gevoel. Dus we vragen eigenlijk een soort van jouw kwalitatieve IF nog een keer uit. Want die IF die is op een lange training, ondanks dat je diezelfde blokjes hebt gedaan, nou eenmaal gewoon lager, omdat die wegvalt in de rest rustige duur. Ja, maar je kwalitatieve IF... Zeg maar, je boorschaal, is die lager of hoger? Het is een soort juist? Kwalitatieve IF, precies. Ja, maar wat was je vraag? Sorry? Nou ja, 4 keer 5 minuten op een training van een uur. Ja, is dus een hogere IF. Ja, maar vind ik minder zwaar dan 4 keer 5 minuten op een training dat ik de 3 uur moet volmaken daarna nog. Ja, maar dat is super. Maar dat is op zich dus de vraag niet. En zo staat het er ook heel duidelijk. Van, wij willen weten van je hoe hoog je de intensiteit hebt ervaren. Waarbij je ook rekening houdt dat even een paar keer uit je slof schieten, maar op een lange duurtraining levert nou eenmaal. Het gaat om de intensiteit, namelijk over de hele training. En niet om hoe zwaar je die 4 keer 5 minuten vond. En de reden daarvoor is ook heel logisch. Hè? Want kijk, als ik ga vragen namelijk hoe zwaar je die 4 keer 5 minuten vond, maar ik hou daar geen rekening mee, want die duur die weten we, hè? Die zien we, die laden we in. Dus dat is gewoon een hele duidelijke kwantitatieve maat. Ik hoef niet uit te vragen hoe lang je hebt getraind. Want ik wil weten hoe zwaar je die intensiteit hebt ervaren. En dan gaat het om de intensiteit over de hele training. Niet alleen over die 4 keer 5 minuten. Ja. Snap je? Dus daarom, en dat is dus de manier waarop we het kwalitatief nog extra uitvragen. En dan maken we een combinatie tussen die de TSS eigenlijk. Tenminste, mits je traint op vermogen. Want we gebruiken bijvoorbeeld voor hartslag gebruiken we TRIMP. Dat is weer een hele andere berekening. Kunnen we het ook nog over hebben. Maar is het even afgezien van dat... want we hoeven het er op zich niet lang over te hebben. Maar in principe is hetzelfde. Alleen het geldt voor hartslag. Het is wel echt een andere formule. Ja, dat snap ik.
Kijk, het principe achter trainingsbelasting is inderdaad wel uiteindelijk dat je gaat eigenlijk een maat maken voor intensiteit. Ja. En dat combineer je met hoe lang het heeft geduurd. Ja. En dat is uiteindelijk wat, want het is intensiteit en duur. En dat maakt load, trainingsbelasting. Oké, relevantie besproken, definitie besproken, logica is helder. Hoe je in join ook je, zeg maar, je perceived effort hebt ervaren. Daarmee corrigeer je of breng je eigenlijk een extra datapoint aan, zodat je nog beter kan inschatten hoe zwaar het was. Ja. Ook omdat we daarbij kijken hoe zwaar wij denken dat de training had moeten zijn. Ja. Lig je daar dan bijvoorbeeld ver voor of ver achter? Ja. Want we weten natuurlijk wat voor training je zou doen. Moeten doen, ja. Als dat nou, en ook als je een training al heel vaak hebt ingevoerd, hetzelfde type training, wat bijvoorbeeld 4 was en ineens is het 6. Nou, dat pakt hij ook mee. Zien we dat allemaal weer gebeuren. Nou, dus wij kunnen daarin wel een paar stappen. De volgende stap. Beter kunnen bepalen. Dus de training precies. voor de volgende training beter bepalen. Nou, even heel concreet. Ik heb een goedwillende amateur, diezelfde gast die Amstel Gold Race wil gaan fietsen, doet eigenlijk alles wat hij moet doen, doet hij goed. Moet hij nou eigenlijk na elke training even naar zijn TSS kijken of doet Join dat wel voor hem? Ja, dat is een gewetensvraag. Ja. Nee, ik denk wel dat het wel goed is dat je een beetje snapt waar je mee bezig bent. Ja. We doen door zijn neus en zijn keel. Pak we even mee, zo meteen met die sneltest. Eigenlijk is mijn vraag van... Is ja, het zei ook Joy. Moet een joint zijn neus en zijn keel zijn. Jimmer heeft gewoon Joy. Weet je dat ik die fout best wel vaak maak? Ja? Dat ik jou Joy noem. Hij staat ook als Jim Joy is. Nee. Nou, hij zat in mijn telefoon als Jim zonder Jim. Oh ja, bij mij ook. Moet de TSS nou een meer voorname rol... Nee, laat ik het anders zeggen. Is TSS iets waar profs naar kijken of waar amateurs ook heel veel naar kijken? En zou je dat graag veranderd willen zien? Dat is geen goed geformuleerde vraag trouwens. Nee, maar... want je hebt enorme spelsporten die echt nooit naar dit soort dingen kijkt. Ja. Ook nog bij de profs. En een enorme data-driven, steeds meer trouwens. Daar kan Lau over meepraten. Profs die... Maar we hebben het in de podcast met snelheid loslaten toch over gehad. Dat dit is voor mij de kwantificering van hoe zwaar is mijn duurtraining of mijn training vandaag geweest. Ja. En dat kwantificeer ik niet aan het aantal kilometers dat ik in het wiel hang bij NAB met 35 gemiddeld. Want dan is het TSS veel lager dan je zou verwachten. Ja. Terwijl als je in je eentje 4 uur best wel doorboort, dan is hij weer veel hoger dan je zou verwachten. Ja. Dus het is voor mij echt wel een maat om te bepalen hoe zwaar de training is. En waar we het ook al in die podcast over snelheid loslaten hebben gehad. Waarom dus profs soms uit de groep rijden. Ja. Of waarom ze in een systeem roepen. Of waarom ze, TSS'jes op kop mee willen rijden. Ja, ze willen TSS'jes pakken. Of ze willen gewoon dat die training effectief is. Ja. En je wordt nog meer met je neus op de feiten gedrukt. Ja. Dat als je in het wiel zit, dan rijden ze inderdaad maar 25 puntjes per uur erbij. Rijden die periode op kop, dan zijn het er 60 dat uur. De 45 punten of 35 punten ga je niet snel goed maken. Zou je mensen die met Join aan de slag zijn, of gewoon überhaupt beter willen worden, of nou met Join is of niet, we noemen steeds Join, maar gewoon die aan het trainen zijn voor iets, aanraden om gewoon eens eventjes een periode die TSS heel erg in de gaten te gaan houden? Als je het leuk vindt, ja, zeker. Ja, want het leert je wel echt iets dat je trainingen gaat inschatten naar wat er gebeurt. Maar er zijn wel, ik zat ook nog te denken wat je zei, ik kijk nooit naar IF, maar bijvoorbeeld in IF zitten wel nog wat leuke dingetjes verstopt. Ik zei net ook van een type training kan je dan een beetje afleiden aan die IF. Maar dan bijvoorbeeld denk je dat als je nou die VO2 max training hebt, hè, wat heeft een hogere intensity factor? 2 uur waarin je bijvoorbeeld 4 keer 5 minuten VO2 max doet? Ja. Of waarin je 3 keer 10 minuten tempo doet? Wat heeft een hogere IF-training? Ik ook. Die VO2 max? Ja, omdat je normalized power... Het is een beetje uit de heup geschoten, maar waarschijnlijk heeft die tempo training een hogere IF. Ja? Ja, omdat je dus uiteindelijk met van die VO2 max blokken heb je juist ook belangen stukken waarin je benen stilhoudt. Ja, of benen stil, relatief rustig aandoet. Ja. En dat is altijd wel belangrijk. En daarom kijken we bij Join ook naar... hij gaat op autopauze. Nog 2 seconden, terug. De thuisfunctie. Daarom kijk ik bij Join ook echt wel naar het type training. Hè? En daarom hebben we ook die trainingen gekwantificeerd als VO2 max trainingen, threshold, tempo, duurtrainingen. Dan
kunnen we dus ook zien van ja, het is niet per definitie zo dat intensievere blokken in een training ook weer hogere IF's oplevert. Dat lekker stapsgewijs opbouwt. Maar je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Zeker. Maar dat is wat ik vandaag ook aangaf. Dat het lager is dan je verwacht, omdat ik de 3 uur vol ging maken. En dat doe je dus op een hele lage intensiteit. Ja, en daarom zat ik er ook over na te denken. Ik denk dat je dus bij juist IF zie je eigenlijk in VO2 max training verwachten mensen dat die heel hoog is. Maar dat valt eigenlijk wel vaak mee. En dat met de tempo trainingen of zelfs helemaal met threshold blokken, is die IF wel weer heel hoog. En toch geef ik dus wel een hoger RPE aan de training van vandaag dan een training met tempo blokken. Ja. En dat was eigenlijk mijn punt vanmiddag wat ik vroeg van er staat een zware training met maximale inspanning, een 8. Ja. Dat geef ik dus wel aan de training van vandaag. Terwijl mijn normalized power of mijn IF in ieder geval lager is. Ja. Ja. Maar ik zit echt continu op die T6. En daarom is het dus ook zo goed om te corrigeren naar RPE. Ja, precies. En dat is ook, en dat deed Greg LeMond dus al zo goed. Dat getal RPE, dat is een soort van echt, nou ik denk 20 jaar echt helemaal uit de zwang geweest. Echt uit de gratie. En nu komt dat weer heel erg terug. Want uiteindelijk, waar gaat het nu natuurlijk om? Is dat ik natuurlijk ook wil weten hoe zwaar het voor jou vandaag voelde. De Laurens die vandaag opstond, die vandaag uit zijn bed stond, opstond. Die stagiair, die had me gisteren gesloopt. Trainingsbelasting. Met zijn gin tonics. gin tonics moest drinken van de stagiair. Mag ik even een lans breken voor de gin tonic in Black Label? Want dit is wel dit is de Beter Worden podcast, dat snap ik. Maar het is ook een Live Slow Ride West podcast. Ja. Ze zijn top. Ze zijn toch. Als je hier bent, bestellen die al. Ik betrap me er zelf op, want we hebben het over snelheid loslaten. Hè. Ja. We hebben het gehad natuurlijk een hele podcast over gevuld. Maar TSS loslaten is ook heel moeilijk. Ja. Want na ieder 5 minuten blokje van vandaag, dan springt hij. Want normaal als je ze aan het rijden bent, als je gewoon aan duurtraining doet met, nou ja, dan weet ik gewoon tussen de 40 en 50 punten per uur komen erbij. Als ik het tempo aan het doen ben, dan weet ik, er komt er 1 per minuut bij. Ik zit de hele dag te rekenen op dat ding. Ja. Je hebt tijd om te rekenen. Schitterend, hè? En rekenen tijdens fietsen is leuk. Ik verdenk hem ervan de TSS alleen maar op zijn scherm te hebben, zodat hij zelf de reeksommetjes naar zijn normalized power kan maken. Precies. Ja, maar dat doe ik zeker. Maar ik weet ook bijvoorbeeld, als ik 2 uur 49 heb en ik denk, nou ja, ik zou eigenlijk wel dan ga ik op het strand even 10 minuutjes tempo doen. Dan weet ik wel, dan zit er 12 TSS bij op 3 uur. Weet je, dat weet ik precies. Maar dan maak je TSS wel, vind ik, hè, wat dat ik net al zei, met die kwadratische, toch wel tussen aanhalingstekens probleem, wat er voor mij wel een beetje in zit in TSS, maak je het. Want in bijvoorbeeld als je, wat ook een manier is, want daar hoor ik jou ook best wel vaak over, om bijvoorbeeld gewoon te kijken naar trainingsbelasting, is gewoon kijken naar het totale aantal kilojoules. Staat er ook op. Ja. Precies. Dus, en daarin zit wat is niet, dat dan? Wat is het verschil? Nou, kilojoules, dat is gewoon eigenlijk het aantal joules. Van de energie die je hebt geleverd. Precies. Ja. He, wat daar, of vermogen, wattage mogen niet meer zeggen. Ja. Nee. Altijd. Is joule per seconde. Ja. Het aantal joule per seconde. Ja. Oh, sorry, dit mag ik ook niet meer doen. Jee, het is heel ingewikkeld voor me. Ik ben benieuwd wat je ook niet mag doen. Maar dan wil ik wel een kanttekening bij plaatsen. Dat vermogen of de joules worden berekend over het gemiddelde vermogen. En we hebben net een lans gebroken voor normalized power. Ja. Dus het zit altijd een beetje in het binnen. Maar gewoon, het is gewoon lekker als je 5 minuten de kamer op bent gesprint, dat je ineens in 5 minuten de 10 of 12 TSS'jes bij ziet komen. Ja. Dat is gewoon een lekker gevoel. Ja. Maar ik snap Jim ook wel, uiteindelijk, dat die lange duurtraining, dan is het lastig om ze erbij te krijgen, maar dat het dan, dat die wordt onderschat en 1 keer de kamer op knallen, dat wordt overschat. Want je hoogste TSS, die haal je bijvoorbeeld bij 40 seconden sprints. Ja. Of naar hoogste heel hoog normalized power, waarmee dus ook een hoge TSS of. En dat komt inderdaad dus ook een beetje door dat interval van mijn normalized power van 30 seconden. En volgens mij trouwens bij weighted average power is het 25 seconden op Strava. Hoef je minder lang te sprinten. Ja, nou trouwens, en ik zei net, hè, normalized power is altijd hoger dan je gemiddelde vermogen. Tenzij je hele kleine intervalletjes gaat pakken in je training. Dat kan bijvoorbeeld in Training Peaks, kan dat. Dan ga je een heel klein intervalletje pakken. Dat kan wel eens, als je net aan de verkeerde kant van dat intervalletje gaat zitten, kan dan je normalized power ietsje lager zijn dan je gemiddelde vermogen. Maar eigenlijk vind ik ook, je moet je normalized power moet je alleen bekijken over een hele training. En dat moet echt wel minimaal 20 minuten zijn, anders gaat het echt in de soep. Okay. Maar dat algoritme kraken is lekker. Of logisch nadenken. Wat je af en toe gewoon bij een stoplicht 30 seconden volle sprint wegtrekken. Hey. Nou, dan ga je dus voor je normalized power is dat inderdaad, gaat je normalized power heel lekker. Als de conclusie van de luisteraar maar niet is, wat ga je vandaag doen?
TSS sprokkelen. Ja. Ik ga even TSS sprokkelen. Ook ga ik daar, doe ik nog even zo. En dan kom je thuis en dan heb maar je zo zit Robert Geesing. Die denk ik van, nou, ja, maar ik zelf ook. Ja, ja. Met die rugtas op en die zit... Hupsakee. Nee, maar... Ja, ik denk... En ik wil misschien wat ook eens dan? Even... Die sprokkelt TSS. Ja? Of hoger maar alleen, normalize. Kijkt hij dan echt daarnaar? Of ook kilojoules? Of... Ja, die kijken naar van alles natuurlijk. Maar ja. Vooral, waar we het over hadden in snelheid loslaten op kop in een afdaling. Ja, ja. Niet stoppen met trappen in de afdaling. Ja. Want als je een afdaling naar beneden rolt, 10 minuten, zijn er nul bij. Het is een beetje een andere variant van je gemiddelde snelheid hoog houden. Ja. Ja. Mooi. Ja. Ik was eventjes, zeg maar, net als de luisteraar misschien wel. Want het is best wel ingewikkelde of theoretische. Ja, het zijn veel formules. En misschien een beetje complexe aflevering van de podcast. Zeg maar niks mis mee. Maar met zo'n anekdote als ik, als dit, ben ik er weer helemaal bij. Ja. Dankjewel. Als je 10 minuten naar beneden rolt, benen stil, 0 T6 erbij. Ja. Dan ga je toch wel een beetje mee en uit iedere haastbocht even 5 seconden of 10 seconden vol aanzetten. Dan heb je er een aantal bij, hoor. We gaan afronden. Zijn nou, er nog punten die we gemist hebben? Hebben dan 1 punt gemist, want dan is hij misschien ook mooi rond. Mannen, vrouwen? En dat is, er zit bijvoorbeeld bij mannen, vrouwen, ja, die zit dus niet in TSS. Die zit wel in TRIMP. Dus ja. TRIMP, dat is een manier, een soort gelijke manier om trainingsbelasting uit te rekenen, maar dan op basis van hartslag. Dan heb je ook Lucia's TRIMP. Dan kijk je weer naar hoeveel tijd je onder je aerobe drempel, tussen je aerobe en je anaerobe drempel en boven je anaerobe drempel. Lucia's Trimp? Ja, dan maak je dit dus mandjes. Dit klinkt als een resort op Hawaii. Waar je, ja. Ja. Dus een onderzoeker die dat heeft bedacht. Five-star resort. Ja, Trimp staat voor Training Impulse trouwens. Ah, en was heel populair vooral toen de vermogensmeters er nog niet waren. Om op basis van hartslag eigenlijk ook dat soort... En er zit weer niet dat kwadratische vergelijking in, maar er zit wel een verschil in hoe je dat berekent voor mannen of voor vrouwen. Om een antwoord op je vraag te geven. Wat ook wel leuk is, dat je bij kilojoules... En dat is ook wat bijvoorbeeld Shiley zei over polarized training, is dat je, als je aan de hand dan gaat kijken naar kilojoules, dan is daar, dat noemen ze dan de energy flux, dat je uiteindelijk ook moet kijken hoeveel kilojoules je spendeert, hoeveel kilojoules je hebt opgemaakt, of energie er hebt ingestopt. Omdat... daarbij dan rekenschap te houden dat je altijd de voorkeur hebt eigenlijk om zoveel mogelijk kilojoules dan over langere tijd te doen. Ja. Dan heel veel kilojoules in een korte tijd, omdat dan overbelasting en overtraining op de loer ligt. Met andere woorden, liever dus rijden dan wit dan dat grijs. Ja, rijden Hesjedal. Ja? Ik zit met hem in de kopgroep in de ronde van Catalonië. Zitten we in een kopgroep. Waarschijnlijk won Thomas de Gent. Zo'n dag was het, precies, zeg maar. Ja. Zal hij op dat soort dagen grote, voor TSS hebben? Ja, nou, holy shit. Ja. Maar Ryder Hesjedal zit op de... We zijn dus aan het draaien met 12 man. En op een gegeven moment zegt hij... Fuck, it's going to be at least 5000 kg today. We zijn bezig met een koers winnen. En die was daar dus mee bezig op dat moment. Ja, ja. Die was altijd bezig. En dan later heb ik het nog wel met over. Die was altijd bezig met zijn KJ's. Was wel een beetje op het eind van zijn carrière. Dat hij dat misschien juist ook te belangrijk maakte. Mooi. Ja, wat denk ik wel eens vooral, hè, wat je ziet is... welke maat voor trainingsbelasting je dan ook gebruikt. Als je de hele tijd dezelfde gebruikt, dan gaat het ook voor je leven. Ja. Dan kan je het ergens tegen afzetten. Ja. Ja. Dat is misschien wel het advies van deze aflevering. Hè? Ga het eens even in de gaten houden. Ga eens kijken wat het doet en of het een beetje correspondeert met het gevoel wat je zelf hebt. Ja. Dat is of weer Google die formules bijvoorbeeld nog eens. Ja. Dan, want het is denk ik best wel lastig om dat zo woordelijk... Je kan het beter zien. Jij maakt toch gewoon even een debriefje, denk ik. Dat kunnen we lijkt ook me doen. Wel, Tim. Hey, mogen wij even... Mogen niet, wij... niet met okay. Kantjes ervan aflopen. Jongens, even in reflectie op onszelf. Ik vind dat best wel moeilijk. Moeilijk onderwerp. En dan moet ik vooral de kudo's geven aan Jim. Ook jou, Lau. Oh, jou. Had je wel ook een kudo? Ja. Maar dat krijg ik hem niet. Jim heeft in een stel prachtige volzinnen. Jim, echt kudo's. Goed uitgelegd. Ja? Nou, ja, dankjewel. Dankjewel. En ik denk dat ik dan ook spreek namens onze luisteraar. Oh, dank. Helemaal bedankt in dat geval. Oh, heel gek momentje dit. Zullen we afronden? Ja. Nou, wil je meer weten? Of wil je meteen met Join aan de slag? Na dit vlammende betoog met de ene theoretische volzin naar de ander van de professor zelf. Check dan direct de link in de show notes, in de podcast app of op liveslowridefast.com. Kan je in 2 weken... krijg je er gratis bij, kan je gewoon 2 weken op je TSS gaan letten. Of op je IF. Of dan kan je gewoon net als Lau lekker 6 keer de brine hoort op of brug op. We hebben gisteren een podcast opgenomen waarin jij opbiechtte dat je
soms te wit trainde en stopte met trappen in het bos omdat je vogeltjes aan het kijken was. Nou, als je die TSS nou in je eerste scherm zet, ga je dat niet meer doen. Yo! Hey, sprokkelen. Robert Geesink-stijl, je weet zelf. Zou die reageren dan? Zou die deze podcast luisteren? Als hij, dat gok ik zomaar van niet. Maar ik denk dat er wel mensen zijn die dit even naar hem toe... even naar hem appen. Nee, maar we hebben toen ook al... Zou die het herkennen? Zou die zeggen, zeker. Ja, klopt wel. Klopt wel. Nee, maar we hebben het in die snelheid loslaten podcast over gehad... dat hij gewoon in een groep daar echt wel mee bezig is... met hoeveel die op kop rijdt, afdalingen, benen niet stilhouden, dat soort dingen. En dat heeft ook met TSS te maken. En als je dan helemaal kapot ge-TSS bent na ik weet niet hoeveel blokken, tempo, VO2 max, whatever. Je moet hier gewoon omhoog met die dikke pens van je. Dan moet je gewoon duwen. Ga je Goose Island drinken. Dan kom je thuis. En ga je naar de bar hier bij het Black Label Hotel. En wat bestel je dan, Lau? Een Goose Island IPA. En dan, van de tap. En dan proosten we op Jim. Ja. Omdat je die... Van Jim mocht het net nog niet trouwens voor deze podcast. Nee, de disclaimer, deze is volledig nuchter opge... Ja. Hij wilde scherp blijven. Ik denk dat is een moeilijk onderwerp. Ja, dus... dat is wel gelukt. Ja, dat is zeker gelukt. Wij gaan zo meteen... maar dat is niet eens... Jullie willen het liefst, willen jullie gewoon in het uur dat jullie je fietspakje uit hebben... Ja. Willen jullie... En ik bedoel, ik spuug er echt niet in, want ik word hier af en toe weggezet als iemand van de blauwe knoop. Ja. Maar... Ja, jullie willen meteen aan een riepa voor je neus. Volgens mij ben jij degene die hier een lans gebroken heeft... Voor een bruin biertje. Maar ook voor die IPA die hier op tap staat. Okay. Want volgens mij waren jouw letterlijke woorden... Hey, die Goose, die vind je niet vaak op tap, hè? Nee, die Goose, dat is echt... ik ben fan. Ja, okay. Nee, absoluut. Nou, we hebben hem waar we willen hebben. blacklabelshotel.nl/liveslowridefast. Code podcast, kortingje pakken, arrangementje boeken. Nootjes hier, erbij. Keihard alles. Trainen, beentjes omhoog, pokeball pakken en die Goose niet vergeten, maar wel na 2 uur. Oh nee. we zijn er doorheen. Jim, bedankt. Lau, bedankt. Het terras gaat vol zitten, joh. Tot met de volgende keer. Met een stopwatch gezet. Zo'n timer die aftelt zodra ze aankomen. En dan alles ja, het mag... een groepsrit heb je van 200 man. Maar wie heeft nu die 2 uur verzonnen? Ja, dat heb jij verzonnen. Ja, om minimaal 2 uur wachten. Een minimale benchmark. Je moet het kwantificeren voor de luisteraar. Ja. En jij hebt er 2 uur op geplakt. Ja, bij jullie kon ik dat. Dat was het maximale wat ik uit vuur kon slepen. Ik stel me daar echt zo'n groep. En 100 man die aan het aftellen zijn de laatste 10 seconden. Zo'n groep van 100 man. 10, 9. En dat er gewoon 100... IPA'tjes op de bar staan. Okay, dit is misschien wel een beetje gek. 5 meter bier. We zijn er doorheen. Tot de volgende keer. En tot die tijd. Beter worden. Beter worden. Bier! Let's live this song. Oh, let's live like this song. Change the chords. But don't turn none away. Why look?